de campagne is om mensen wat meer bewust te laten worden van wat ze zelf kunnen doen in de tijd dat, dat ze brand gemeld hebben en dat de brandweer ter plekke komt. En, want je hebt in principe maar 3 minuten de tijd om je woning uit te komen. De brandweer is pas ter plekke na 8 à 15 minuten. Als je geluk hebt zit de brandweerkazerne in de buurt, maar dat is in de meeste gevallen niet het geval. Ja, touwladen is een optie, maar ook rookmelders en een vluchtplan en eventueel een tweede ontsnappingsmogelijkheid uit je woning. Er zijn natuurlijk de huistuin- en keukenmelders, hè, die kosten een paar tientjes. Hè. Maar je hebt ook de verbeterde melders, hè, de NEN 2555 melders, die staan dan gewoon op netstroom. En daar loop je niet het risico mee dat als je vergeet je batterijen te vervangen, dat je zonder met een stukje schijnveiligheid geconfronteerd wordt, doordat je batterij opgebruikt is. En je denkt van nou, ik word wel gewaarschuwd, maar dat is dan niet het geval. Zeg maar de multimelders, die geven tegelijkertijd een stukje oriëntatieverlichting. Hè? Dus, op het moment dat hij aanspreekt, dan geeft hij ook, in de nacht heb je dan vaak wel behoefte aan een stukje zicht. En dat kan, mits er niet te veel rookontwikkeling is, zin hebben. Ja, kijk, het beste is, hè, dat je in je eigen huis eens kijkt van, wat zijn nou mijn ontsnappingsroutes vanuit je slaapkamer of vanuit je kamer. Hè? Hoe kan ik wegkomen? Wat voor middelen kan ik aanschaffen om mijn ontvluchting te verbeteren en dat soort situaties goed te bekijken. Zo, dat was de ervaring om in een rookcontainer rond te lopen. Gelukkig weet je dat het geen echte rook is, dat het nagespeeld is. Maar je bent echt je oriëntatie kwijt. Je wordt binnen ook even een rondje gedraaid, zodat je niet weet waar je staat. En ja, het belangrijkste is dus niet in paniek raken. Maar ja, dat kan je nu zeggen en dat kan je hier doen. Maar als het voor het echte is, als je in je eigen huis staat, je weet dat de kinderen nog boven liggen te slapen en het huis staat vol met rook, dan moet je altijd maar afwachten hoe je doet. Dus van belang is dat je je tijdig laat alarmeren. Dus rookmelders zijn echt van levensbelang, werkend met een goede batterij erin. Dat is het advies wat we ook met deze actie willen afgeven. Zorg dat je voorbereid bent op dingen die kunnen gebeuren in je huis.